De eetbare bananenbloem. Van vrijwel elke soort bananen die te koop is, kun je de bananenbloem opeten. Als bananenkwekers zien dat de tros groot genoeg is, snijden ze de paarse bananenbloem eraf. Want als de bloem weg is, dan verschijnen er geen nieuwe bananen meer. En zo geeft de bananenboom zijn energie aan alle bananen die aan de boom hangen. En er worden geen nieuwe bananen meer gemaakt. De trossen worden zo groter in gewicht. Bananenbloem op de markt. De bananenbloem wordt regelmatig gegeten in Zuidoost-Azië. In West-Papua kun je op vrijwel elke markt een paar bananenbloemen kopen. Soms is het voorgesneden in een portie voor 4 personen om te koken als groente. Het wordt beschouwd als groente, ook al is de bloem van de bananenboom. Voedingskracht van bananenbloem. Niet in alle landen wordt bananenbloem gegeten. In Zuid-Amerika laat men deze lekkernij gewoon liggen aan de kant van de weg. Of men beschouwt het als voedsel voor vee. Deze delicatesse is echter niet alleen gezond voor dieren. Het is zelfs een beetje vreemd om een van de allerlekkerste en meest gezonde groenten aan dieren te geven. Braziliaans onderzoek naar de bananenbloem. Braziliaanse onderzoekers concluderen in een studie naar het gebruik van de bananenbloemen als voedsel dat de bananenbloem over hoge voedingswaarde beschikt. Daarnaast zien ze dat de hoge voedingskracht behouden blijft als de bananenbloem tot meel gedroogd wordt. Vervolgens merkt men op dat dit meel gemakkelijk gemengd kan worden met bestaand meel. Dat betekent dat het meel van de bananenbloem kan gebruikt worden om broden en pannenkoeken mee te bakken. Het kan gemengd worden met bestaand meel en uit nutritief oogpunt is dat een aanbeveling. Er zitten veel verschillende vitamine en mineralen in. Bananenbloem is goed voor de botten. De Brazilianen zien dat er vooral veel kalium in de bananenbloem zit. Daarnaast bevat het veel calcium en fosfor. Als vierde zit er veel magnesium in. Alleen al uit deze opsomming zou je de conclusie kunnen trekken dat de bananenbloem goed is voor de opbouw van de botstructuur. Uit onderzoek blijkt dat veel tekorten van calcium, magnesium en fosfor te maken hebben met verminderd metabolisme van deze stoffen. En als we dus groenten eten waar deze stoffen in zitten, dan wordt de botstructuur weer beter opgebouwd. De bananenbloem bij de Papua's. Ondanks dat de bananenbloem in diverse streken in Indonesië dagelijks op de markt ligt, zijn er maar weinig onderzoeken gedaan naar dit voedsel. De bananenbloem wordt door de Papua's met een paar tegelijk verkocht. Het wordt ook voorgesneden verkocht. Je kunt dan een zakje gesneden bananenbloem koken en dit kan dienen als soepgroente of wokgroente. Papua's beschouwen de bananenbloem als gewone groente die net als pompoenen, varens, cassaveblad, kolen en zoete aardappelen op de markt liggen. Waarom zouden we bananenbloemen weggooien? In lang niet alle tropische landen worden bananenbloemen gegeten, terwijl het in Zuidoost-Aziatische landen als delicatessen wordt beschouwd. Verder is de bananenbloem nog geen groente die wordt geëxporteerd naar landen waar geen bananenbomen groeien. Dat terwijl de banaan tot in elke supermarkt is doorgedrongen. Het wordt tijd dat iedereen kennis maakt met de bananenbloem. Er worden enorme hoeveelheden bananen gekweekt en dus ook bananenbloemen weggegooid. Dat is voedselverspilling. En past dat nog wel in onze tijd?